een talud in het Noord-Limburgse Gennep staat een eenzame locomotief. Die herinnert aan het Duits lijntje van Boxtel naar Wesel, met Gennep als grensstation. Vanaf 1891 reden hierover internationale D-treinen, waarmee men via de kortste route van Londen naar Berlijn en Moskou kon reizen. Veel diplomaten en vorsten, zoals de Duitse keizer en de Russische tsaren, maakten graag gebruik van deze comfortabele verbinding. Op 18 september 1944 bliezen de Duitsers de spoorbrug over de Maas op. Einde van het Duits lijntje. De oude Rijksweg Nijmegen-Maastricht uit 1845 gebruikte de bestaande Nielsbrug in Gennep, waardoor het stadje beter bereikbaar werd. De betere bereikbaarheid door de Rijksweg en de spoorlijn betekende voor Gennep het begin van een bloeiperiode. Gennep ligt op de plek waar de Niers in de Maas stroomt. Met deze rivieren heeft het stadje een haat-liefdeverhouding. De stad dankt haar bestaan aan de doorwaadbare plaatsen in de Niers en de Maas. Anderzijds vormt het regelmatig terugkerende hoge water in de Niers en de Maas een bedreiging. Dit kunstwerk uit 2000 in het Niersdal verbeeldt de golven van de Niers bij hoogwater. In het Nierspark staan verschillende kunstwerken. Dit wat abstracte kunstwerk van Joep van Lieshout, genaamd Panta, was bedoeld als ultieme plek van rust en bezinning. Van het publiek kreeg hij de oneerbiedige bijnaam de Balzak. In januari 2022 is het door Van Dalen in de as gelegd. Deze gotische toren is het restant van de oude Sint-Martinuskerk, die in de Tweede Wereldoorlog bij de slag om het Rijkswald is verwoest. De toren is in 1869 gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Pierre Cuypers. Op het kerkhof herinnert de aanwezige beplanting nog aan de contouren van de kerk. In 1953 is de nieuwe Sint-Martinuskerk aan de Zuidoostwal gebouwd. Het in basilica-stijl vormgegeven kerkgebouw van Nico van der Laan is een mooi voorbeeld van de Bossche School. In de toren hangen 3 monumentale historische klokken afkomstig uit de oude Martinustoren. Het bronzen beeld Sint-Martinus de Paard werd in 1999 door beeldhouwer Joep Koppens gemaakt en voor de Martinuskerk in Gennep geplaatst. Op een winterse koude dag ontmoette Martinus bij een stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar. Omdat hij echter zijn bezittingen al weggegeven had, had hij alleen nog maar zijn mantel. Dat was een bijzondere mantel die aan soldaten en officieren ook status gaf. Andere soldaten zagen de bedelaar ook, maar die deden niets. Martinus pakte echter zijn zwaard en gaf hem de helft van zijn mantel. Het standbeeld beeldt dit moment uit. Ook in de muur van een bijgebouw van de kerk herinnert een keramisch relief aan deze gebeurtenis. Hier kijkt u naar het oudste huis van Gennep, het gotische pinakelhuis van rond 1525. Dit is het enige huis dat de grote stadsbrand van 1597 heeft overleefd. Opvallend zijn de 2 gelijksoortige trapgevels van hetzelfde huis. De een met jaartal 1980 aan de voorkant, de ander met jaartal 1909 aan de zijkant. Jan Linders begon in 1954 als melkventer in Gennep. In 1963 opende hij in Gennep de eerste zelfbedieningssupermarkt in de regio. Het concern breidde daarna fors uit. De moderne winkel in Gennep staat op een prominente plaats. Een
Een ontspannen momentje voor deze twee jonge moeders. Chic de Friemel is iets gewoons dat met veel opsmuk en klasse wordt gepresenteerd. Dit is het oude stadhuis van Gennep, in Hollandse renaissance-stijl gebouwd tussen 1612 en 1617. Een rijksmonument. 24 juni 1839 werd hier de proclamatie voorgelezen waarmee Gennep weer officieel Nederlands werd na 9 Belgische jaren. Nu biedt het oude stadhuis onder andere onderdak aan het toeristisch informatiepunt Gennep. Al vele jaren nestelen ooievaars op het stadhuis. Het nest ligt mooi hoog en vlakbij een waterrijk natuurgebied met voldoende voedsel. Vaak overwinteren de ooievaars ook in Gennep. Vlakbij het oude stadhuis heeft architectenbureau Albers en Van Huut het moderne centrum van Gennep vormgegeven in hun kenmerkende organische stijl. Hier zijn vanaf 1994 een gemeentekantoor, een bibliotheek en appartementen gebouwd, rondom een mooi intiem pleintje. Dit Ellen Hofmanplein heeft een unieke mozaïekbestrating. Ellen Hofman was een van de Joodse medeburgers van Gennep die in de oorlog is vermoord. Met Vrijheidsplein staat het beeld De Barmhartige Samaritaan. De namen van de 54 plaatselijke oorlogsslachtoffers en gevallenen zijn in de voet van het monument ingemetseld. De 22 Joodse Gennepenaren die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden, worden herdacht met dit Holocaust-monument. De vroeg-barokke protestantse kerk uit 1663 is de oudste kerk in Nederland die door de protestantse gemeenschap met eigen middelen gebouwd werd. In de hoeknis van het naastgelegen woonhuis staat een beeld van Sint Norbertus. Norbertus was de zoon van de heer van Gennep en stichter van de orde der Norbertijnen. Deze pomp is een replica van de oude stadspomp. Daarvoor moesten de inwoners pompengeld betalen. En ze moesten emmers in huis hebben om bij brand te gaan blussen. Het middeleeuwse Petershuis is nu een museum voor regionale cultuurhistorie en hedendaagse kunst. Oorspronkelijk was het waarschijnlijk een pakhuis. Dit in gave staat verkerende gebouw in de Zandstraat uit 1902 was vroeger het postkantoor. Het pand, met dubbele deur in een korfboogvormige opening, was tot 1860 stalling voor de paarden van de postkoets van Nijmegen naar Venlo. De paarden moesten om de 20 kilometer gewisseld worden. Wat doet deze robuuste stier van beeldhouwer Pieter Kortekaas in de Groene Gracht van Gennep? Welnu, hij moet ons met zijn ingehouden kracht herinneren aan de tijd dat de dagelijks koeien van de stadsboerderijen door de Maaspoort naar de weidegronden werden gedreven. Er is nog een klein stukje van de Gennepse stadsmuur bewaard gebleven. Duidelijk is te zien hoe de stadsgracht vroeger langs de stadsmuur liep.